25 januari 1986. Alle onderdelen van de kraan zijn inmiddels aanwezig. Maandag 27 januari. Het eerste deel is geplaatst.
Dit is gefilmd op 5 februari 1986. We zijn met de kraan bezig om hem verder dus af te monteren, aan te sluiten elektrisch. Mechanisch is alles al praktisch en kan in gebruik. Zie maar hoe klein Nekoma is. Sta ik bovenop de liggende arm, het hoogste punt zeg maar nagenoeg van de kraan. Dit zijn de glijgoten waarover de runners dadelijk lopen. De verste weg is dus de voorarm, waar ik sta is dus de achterarm. De kraan van de Nekoma en daarnaast andere kraan van die kraan. Februari 1986. Gemini 2 nadert zijn voltooiing. Thank you.
Het is vandaag 2 december, hè? Ja. 1985. Slecht weer vandaag. Hè? Wij onthoudt. Oh, ja. Ik kan ook hier wassen, hè? Ja, maar bij jou, het is toch zelf, hè? Kleine kabelgat. Ingang van kleine kabelgat. Het is een fijn magazijn. Kijk, het staat net allemaal op elkaar zetten. En als hier allemaal last en zo, hè? Ja, hè? Ook makkelijk in de toekomst om de beunkoeler te kunnen wisselen. Schijnlicht. Doorgemaakt zijn voor runners, pakkendraden, stoomvliemen. Daar komt de motor. Verlies. Thank you.
vind ik die motor niet zo groot, valt me wel mee. Ja. En jij? Ik vind hem ook wel mee, valt me te groot. Maar meer pk's, dat is degene niet. Dan ga ik omhoog, hè, opletten. Ankerkluis of ankersluis? Kluis. Ankerkluis. Kan er geen kwaad dat die motor nat wordt? Nee hoor. Heen. Het regent en het regent.
deze is het ook. Kluisgat van de onderkant uit gezien. Met de ankerberging. Toen werd het nog droog ook, zeg. Toen we weg moesten en klaar waren, ging het zonnetje schijnen. Thank you.
uit, is aan het werk. Uiteraard maar met één hand. Waren de schilders die gaan eten. Dadelijk de andere winstjes erop zetten, Alex. Ja, die komen straks. Ze hebben al.
te wachten.